ben de koningin niet. Nee, ik ben een ambtsdrager met een eigen opvatting. En die opvatting, daar kom ik voor op. Dat heb ik gisteren gedaan bij de dodenherdenking. Burgemeester Gerritsen van De Bilt staat vierkant achter de toespraak die hij op de 4 mei-herdenking in zijn gemeente hield. Hij had het onder andere over zinloze discussies over hoofddoekjes en politieke leiders die geen rust brengen, maar juist onrust wekken. Wat ik daarmee bedoel is dat elke politicus, iedereen die een rol heeft in het openbaar bestuur, heb je de verantwoordelijkheid om de samenleving ook te leiden in rust. Elke politicus die vindt dat die schoenen past, die moet hem maar aantrekken. De PVV-fractie in onze provincie is woest. PVV-statenlid Eisenacher is toevallig ook raadslid in De Bilt. Hij laat het er niet bij zitten. Ik vind het een groot schandaal. En hiermee bewijst hij eigenlijk zelf dat hij niet voldoende boven de partijen staat, wat je als burgemeester toch moet doen. Van milieucrisis tot het nieuwe ontwaken van het fascisme. Ook in de stad Utrecht gaat het na de herdenking op het Domplein over de partij van Geert Wilders. Speecher Riemen noemt de PVV niet direct, maar het is duidelijk waar hij het over heeft. En als we nu niet in verzet komen, zullen de consequenties niet lang op zich laten wachten. Dat Riemen, bekend tegenstander van de PVV, mag spreken, zorgt voor veel ophef. PVV'er Derksen van de Utrechtse Statenfractie vindt het schandalig. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Blijf met je fikken van de dodenherdenking af. Maar volgens Riemen is het precies andersom. Ik vind het werkelijk schandalig en schaamteloos dat de PVV de dodenherdenking heeft willen gebruiken om er een politieke ruil van te maken. In De Bilt krijgt het verhaal nog een staartje. PVV'er en raadslid Eisenacher spreekt de burgemeester nog aan op zijn speech. Binnenkort hebben we weer een functioneringsgesprek met hem en dan zal ik dat zeker aan de orde brengen.